Goedemorgen lieve YouTube-familie. Het is vandaag... ik weet het eigenlijk niet. Het is zo erg omdat ik zo erg in bed leef. Het is vandaag dinsdag. En ik ga zo meteen de vlog van vandaag even editen. Want de afgelopen 3 dagen liepen we toevallig voor. Want ik had al die vlogs in 1 keer geëdit in het ziekenhuis. Toen ik een hele dag alleen was. Omdat ik me toen heel erg verveelde. Ik verveel me nu nog steeds heel erg. Maar goed, ik ben blij dat voorlopig nog steeds alles goed gaat. En vanaf vandaag is het nog maar 9 dagen en dan hebben we de 26 weken gehaald. En de 26 weken, ja, dat is gewoon weer echt een hele grote mijlpaal. Misschien heb ik dat echt al 10 keer gezegd, maar ja, in die week hebben ze 75% overlevingskans. En in de 24ste week hadden ze 50% overlevingskans. En 50% die daarvan overleeft het niet op een hele goede manier. Dus daarvan wordt 50% zeg maar gehandicapt. Of houden ze er in ieder geval iets aan over. En dat is bij de 26e week alweer een stuk minder. Dus dat, ja, elke week die we erbij halen is gewoon een fijn doel. En daar ben ik blij mee. Dus ik ga zo meteen eventjes een vlogje editen. Ik lig gewoon lekker in bed. Ik ben nu de weekvlog van Saskia en Alwin aan het kijken. Ze zijn deze week 100% samen vegan gaan doen. Ik moet je heel eerlijk toegeven dat ik niet heel vaak hun video's keek. Maar sinds ze eetdingetjes doen, en dat klinkt misschien stom, en misschien komt het omdat ik zwanger ben, vind ik hun vlogs heel erg leuk om te kijken, want het draait zoveel om eten. En ik loop alleen maar weg te kwijlen op hun recept. Ik krijg echt harde trappen, jongens. Mijn hele buik schudt er gewoon af en toe van. Vooral van deze hier. Goeiedag lieve mensen. Ik heb vandaag nog helemaal niet gevlogd. En Daartje heeft vandaag ook niet zo lang gevlogd. Maar ik heb vandaag een hele heftige dag gehad. Zo heftig dat het beeld helemaal wazig wordt. Mijn beeld kan het gewoon niet meer bijbenen, joh. Oké, dit is helemaal niet prettig. Ik heb de hele tuin opgeruimd, tenminste. We hebben een hok naast onze badkamer zitten. En die zat helemaal vol met grof vuil. Dus dat heeft de oma van Darcy heeft dat in de tuin gelegd. En ik heb het vandaag met mijn broer vanuit de tuin aan de straatkant gezet. Dat is aangemeld bij de gemeente. Die gaan het morgen ophalen. Maar wow, dat was zoveel. Het was, ik denk, even groot als een auto. Als je zeg maar alles bij elkaar doet, is het ongeveer even groot als een hele auto. Dus ik heb net een auto versleept samen met mijn broer. Het was zoveel. Allemaal hout. En in onze tuin hadden we ook pallets. Een palletbank. Bestaande uit iets van 6 of 8 delen of zo. Ik weet niet. 6 of 8 delen van pallets die op elkaar gemaakt zijn. Dus in totaal hadden we 12 of 16 pallets. Een bank vormde en die moesten ook allemaal vanuit de tuin op de straat komen. Want ik ben dus het hele huis baby klaar aan het maken. Ja, zo'n palletbank, dat is hartstikke leuk, maar die baby's zitten vol met, als ze wat ouder worden, dan zitten ze vol met splinters. En dat is gewoon, dat past niet in een baby klaar huis. Dus dat hebben we allemaal weggegooid en vandaag is ook de IKEA bestelling binnengekomen. Dus we hebben de babybedjes en de commode eindelijk binnen. Dat is ook wel fijn. Die ga ik over een tijdje in elkaar zetten. Dat is nu nog niet echt. Heeft nu nog geen haast. Nog niet aan de orde. Nee, maar het is in ieder geval binnen en dat is wel fijn. Ja. Hoeveel is daar niet meer druk om te maken? En nou gaan we lekker slapen, jongens. Wel trusten en tot morgen. Ik zit onder de muggenbult. Weg naar. Terwijl je zou denken in deze tijd van het jaar hebben ze bijna geen muggen meer. Maar we hebben er een paar gezien. Ik hoop nu vandaag niet. Ik hoop het ook. Slaap lekker!